Even op het moment dat ze de white vinden. Niemand heeft behoefte om illegaal dingen te doen. Misschien is het illegale circuit goed voor discovery van dingen, hoewel dat tegenwoordig overgenomen wordt door de Spotify's in deze wereld. En aan de andere kant, mensen, als je ze hoge kwaliteit geeft, gegarandeerde hoge kwaliteit, op een prijspunt dat ze kunnen begrijpen, wat is het, 95 cent per song of wat dan ook maar. En je maakt het convenient, gemakkelijk voor hun om te consumeren, is iedereen bereid om ervoor te betalen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen steeds meer realiseren dat ze moeten betalen voor content. Dus er zit of een reclame voor, of je betaalt ervoor. En met de komst van Netflix, met HBO, zie je dat steeds meer mensen ook bereid zijn om te gaan betalen. Ja, de mensen die veel tijd hebben, weinig geld, ja, daar is geen bereidheid om te betalen. Daar zijn voldoende wegen te vinden om niet te hoeven betalen om content te consumeren. Maar op het moment dat je wat minder tijd hebt en wat meer te besteden hebt en gemak wil, dan betaal je gewoon. Die van ja, alles wat je kunt eten, de hele library is voor een tientje per maand is beschikbaar. Dat is iets wat heel goed werkt en dat is iets wat zich, we kennen dat van Hulu en Netflix en zo, maar dat is iets wat zich heel goed vertaalt richting die kleinere sites. Wij hebben een uiterst succesvolle video-on-demand business. Daarvan weet ik zeer zeker dat mensen bereid zijn om geld neer te leggen. Kijk naar mensen als Netflix en dergelijke die een subscription business doen en die ook wat dat betreft uiterst succesvol zijn. Je ziet gewoon dat de effectiviteit feitelijk van traditioneel adverteren afneemt. Als je je business bouwt rond advertisement, is dat een uiterst gevaarlijke business om te doen. Want ja, bedoel, in slechte tijden wordt de reclame weggetrokken. En in some sense zijn de kijkers worden door. Het is niet het meest populaire onderdeel. Maar kijk, een tv-show in de US is 40 minuten. Maar het wordt 60 minuten uitgezonden. Dat betekent dat er 20 minuten reclame in zit. Dat is gewoon dodelijk, man. Die 30 seconden spot waar ze het nu van moeten hebben, dat gaat onder. Dat is in gevaar. En ook omdat mensen. Een beetje serieuze reclame maken, kan daar niet meer in geloven.